Heren komen uit het water. We gaan naar de opmars van het volgende programma-onderdeel. En dat is de finale 200 meter schoolslag, dames. The women's 200 meter breaststroke. Inbound in lane one from Slovenia, Ceza Vozel. Op baan 2 van het NTC Drachten, Monique Nijhuis. Baan 3, lane 3 from Sweden, Jessica Eriksson. Lane 4, the world record holder from Denmark, Rikke Müller-Pedersen. Baan 5, lane 5 from Sweden, Marlin Westman. Baan 6 aus Österreich, Lisa Zeisser. Baan 7, de Nederlandse kampioene, Christel Doreleijer. En op baan 8 voor de Dolfijn, Anouk Elzerman. Take your marks. De wereldrecordhoudster in het water, dames en heren, op baan 4. Tweede tijdens de WK in Barcelona op deze afstand. Werd vierde op de Olympische Spelen 2012. En zwemt hier in de swimcup al enkele afstanden mee. Laat zich vooral zien in hele sterke, krachtige afsluitingen. Een hele mooie, rustige slag in die schoolslag. We gaan naar het keerpunt op de 100 meter. 32-37 is haar doorkomsttijd, haar keerpunttijd. En neemt hier afstand van het veld. Christel Doreleijers in baan 1, inderdaad de regerend Nederlands kampioen. Komt van PSV. De vereniging die mede mogelijk maakt deze swimcup en hier zijn activiteiten mee beleeft. Flink aan de leiding, de zwemster in baan 4. 1-7-24 keert zij, dames en heren, na 100 meter. En dan gaan we toch even een beetje op de punt van onze stoel zitten wat dit gaat brengen. Het zijn 300ste, maar het is 300ste onder de tussentijd van het wereldrecord. 300ste onder de tussentijd van het wereldrecord voor Rikke Müller-Pedersen. We gaan kijken aan het einde van de baan wat ze over heeft en of dat iets gaat betekenen, dames en heren. Of we u nodig hebben om haar hier te ondersteunen. We zien 1:43.12, dat is iets boven dat wereldrecord. Help maar even die laatste baan door, dames en heren. Moedig haar aan, want dat kunnen zwemmers gebruiken om mooie tijden te zwemmen hier in Eindhoven. Rikke Müller-Pedersen zou hier iets moois kunnen gaan doen en heeft u nodig. Help maar hier die baan door, help maar hier naar dat record, die fantastische tijd. Het is 2:19.11, die moet ze hier gaan halen in Eindhoven. En gaat dat hier gebeuren? Zal het zo zijn hier aan het einde van de baan? Het zal heel erg close zijn en het is 2:19.61, een fantastische tijd. Geef haar een applaus, Rikke Müller-Pedersen. Het was heel bijzonder geweest, maar dit is ook absoluut een wereldtijd hier gezwommen in Eindhoven op deze afstand. Houd en natuurlijk, in de gaten dat het de zeker snelste tijd in de wereld is in 2014, dames en heren. Dus dat is echt top. Jos. Want deze Rikke Müller-Pedersen die
heeft een jaar of vier geleden begon ze furore te maken. Toen dacht men nog dat het aan de speciale badpakken lag waarmee je toen heel snel op de schoolslag kon zwemmen met wat voordelen. Maar zij is er eentje die daarna nog sneller is gaan zwemmen. Deense, twee weken geleden voorspelde ze dat ze hier een aanval wilde doen. Nou, de aanval is er.